Maarten van Rossum, historische dag? Nou, dat vind ik nou niet. Waarom zou het een historie? Ten eerste is het al een beetje een vreemde poppenkast voor iets wat in feite nou niet direct een gigantische invloed op het wereldgebeuren heeft. Vond wel interessant de New York Times vanochtend schreef. Dat lees ik dan 's middags, ja, voordat je denkt dat ik hartstikke vroeg wakker was voor die flauwekul. De New York Times die schreef, ja, de hele conferentie, alles waar we het nu over hebben, waar in Nederland een enorme opwinding over is ontstaan, was de backdrop van de vergadering van de G7. Mm. Dus niet veel meer dan de coulissen in feite voor datgene wat werkelijk van belang is. Namelijk het gesprek over de Oekraïne en hoe we daarmee verder moeten. Maar het idee, god, de zittende president van de Verenigde Staten komt dan toch maar mooi bij ons op bezoek. Dat vervulde je niet met plaatsvervangende nee, trots? Nee, absoluut. Waarom zou ik daar in godsnaam trots op zijn? Dat, ik heb hem niet uit. Zijn landen die daar vergeefs naar ik kijken naar de komst van ik heb hem niet uitgenodigd. Dus, hij is namens jou uitgenodigd. Nou, ik ben daar zeker niet over geraadpleegd. Oké, het kabinet heeft dat ongetwijfeld gedaan, maar ik ben daar helemaal niet trots op. Dat ik vond juist, en dat vind ik vaak bij Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, wanneer ze geconfronteerd worden met de president van de Verenigde Staten, dat ze zo'n rare, zo'n puppy-indruk maken. He, je hebt van die jonge honden die niet precies weten hoe ze zich gedragen, moeten gaan overdreven kwispelen en zo, en met die poten wapperen en... Nou ja, ik vond dat Pijbes ook nogal al kwispelig was. En nou ja, hier moet je kijken, Mark Rutte, het is net of hij de hand van de paus gaat kussen. Het scheelt geen haar of hij was op zijn knieën gevallen. En had gezegd van, ach wat heerlijk. Fijn, Obama is op bezoek. Ik heb er heel erg van genoten. Ik snap ook natuurlijk wat meneer Van Rossum zegt, maar ik vond het wel echt geweldig. En zo vlakbij en al die heisa en poeha eromheen. Die mevrouw, ik snap wel dat ze ervan baalt, maar ik vind het wel echt geweldig. En dit was Den Haag, geloof ik, maar het rond het Museumplein. Ik vind het wel heftig. En al die containers die ze werden neergezet om die muren af te schermen. En de hele zandkraam eromheen vond ik wel echt mooi om te zien. Ging het zoals je verwacht had? Nou, er is niks gebeurd. Godzijdank. Dat had je verwacht. Ja, het is natuurlijk wel high target wat daar binnenkomt. Dus het Rijksmuseum is weer net open, dus het zou zonde zijn als daar dan iets gebeurt. Maar nee, ik vond het fantastisch eruit zien. En al die de helikopters overvliegen, maar dat is toch geweldig. Ik vervult mij wel met trots en dat hij er was. En ook dat het in Amsterdam was. Nou, die helis die waren indrukwekkend. Hè? Laten we even kijken, dan kun je nog dat gevoel nog even... Dat is niet niks, toch, wat er landt? Ja, dat doet je aan Apocalypse Now denken, dit. Ja, ze hadden eigenlijk die muziek erbij moeten zetten. Een stukje Wagner erbij en dan is het helemaal compleet eigenlijk. En vervolgens stap je uit en rijdt hij in die zwaar gepanzerde auto dus over die 300 meter naar het Rijksmuseum toe. Ja, deed hij 1 minuut af. Nou, sorry hoor, maar ik vind dat poppenkast. Vladimir Poetin vliegt iedere dag over mijn huis heen. En dan, soms sta ik wel eens over het balkon. Hij heeft 2 helikopters. Eentje zit hij dan in, je weet niet in welke. Dus je kan hem ook niet uit de lucht schieten, maar 50% kans. En als ik dan op het balkon sta, dan zie ik al dat hij eraan komt. Zonder dat ik hem zie of hoor. Dan zie ik aan mijn telefoon dat het bereik pats ineens weg is. Juist. Maar ik zie wel dat jij toch een belangrijke positie inneemt als we, als we echt serieus moeten aanpakken. Want als je met een kennis op het balkon gaat staan met 2 bazooka's, dan moet het. Ben je nooit gecontroleerd? Ik ben zeker wel gecontroleerd. Ja, dan wordt er af en toe geklopt en dan wordt er in mijn huis gekeken of ik wapens heb liggen. Ja, zeker alles voor het zeker. Maar jongens, is er nou niemand die het echt leuk vond? Je vindt het wel een beetje leuk. Ja, dat stond allemaal. Ja, ik vond het leuk. Ik heb ooit de hond van Obama een keer gezien. Kijk, dus. De hond van Obama? Ja, in de tuin van het Witte Huis werd hij uitgelaten. Niet door Obama dan natuurlijk. Was dat, en wat deed u daar in de tuin van het Witte Huis op dat moment? Ja, ik stond achter het hek nog hoor. Dus ik mocht niet mee. Maar ja, er liep Bo, heet die hond geloof ik. En dat, het is een Portugese waterhond. Ja, dat klopt. Met die witte sokjes. Ik hoorde schoolkinderen die begonnen te joelen. Bo. Ik dacht, ja, dat is... Ja, ik dacht dichterbij dat ben ik nooit geweest. Labradoodle was? Of... Nee, het is een Portugese waterhond en die is speciaal gekozen na een langdurige studie. Omdat de Portugese waterhond, precies daar ben je, zijn kinderen waren allergisch voor hondenhaar. Maar de Portugese waterhond heeft kennelijk een zodanige vochtafscheiding dat je daar niet allergisch voor bent. Martijn, wat waren de... Dus ik denk dat ze daar niet over na hebben gedacht. Ik denk dat het risico dat je het raam niet meer dicht krijgt, dat te groot is. Ja. Vandaar dat je het ook liever niet open. Er is een nieuwe aanbouw, dus misschien kun je een tweedehands exemplaar op de kop tikken. Ik heb al een beetje gekeken op autotrek.nl. Maar ze zijn nog ook tweedehands nog vrij prijzen. Wat doet zo'n auto eigenlijk? Is dat bekend? Wat de auto heel zwaar weegt, veel zuipen denk ik. Vijf ton weegt die. Vijf ton?
7 ton volgens mij. 7? Gaan jullie nou tegen elkaar op? Nee, oh, zeker niet. Nee, nee. 7 ton geboden? Baksteen. Nee. Is dat wat hij weegt of wat hij kost? Wat hij weegt. Oh, okay. En wat kost hij? Geen flauw idee. Miljoen. Een miljoen? Ja, klopt. Het is met de hand gebouwd op een vrachtwagenchassis. Maar de koning krijgt ook zo'n nieuwe auto. Ja, zeker, heeft hij toch Audi 12 cilinders. Ik wil het merk niet noemen. Maar oké. Okay. Nou, ik word hier vrij ruim voor vergoed. Laten we het serieuze gedeelte ook nog even doen. En dat introduceren we even door te kijken wie er zoal... Ja, het ging over met al die leiders over nucleair afval. Dat wil zeggen, dat was de bedoeling. We gaan straks hebben over misschien waar het eigenlijk over ging, namelijk die G7, waar je het over had, Maarten Verrossen. Maar even dat nucleair afval, voor een goed begrip. Wat is dat? Nou, dat kan afval zijn van, laten we zeggen, de omvangrijke nucleaire bewapening van de grote mogendheden tijdens de Koude Oorlog. Daarvan is nog enorm veel over. Een enorme hoeveelheid plutonium die rondslingeren in de wereld. Het kan zijn dat de Russen nu de zaak een beetje onder controle hebben. Maar jaren geleden was dat helemaal niet zo. En er is zelfs een uitstekend programma geweest. Een wet aangenomen door 2 Amerikaanse senatoren in de vroege jaren 90. En die hebben, toen heeft Amerika deskundigen en geld ter beschikking gesteld aan Rusland om die rommel op te ruimen. En als je ziet wat er opgeruimd is in die bijna 20 jaar, is dat echt indrukwekkend. Dat is een zaak van enorme importantie geweest. Het is overigens heel indicatief voor de huidige situatie dat de Russen 2 jaar geleden hebben gezegd dat ze niet wilden doorgaan met die overeenkomst. Omdat zij dachten dat de Amerikanen hen dan eigenlijk in het geniep bespioneerden en keken hoe hun kernkoppen in elkaar zaten. Is dat hetzelfde wat we nu even kunnen laten zien, namelijk wat er in Koersk lag aan wegrottende onderzeeërs? Ja. Maarten, dat is de passie van Obama om daar iets aan te doen. Want hij is degene die deze conferentie heeft geïnitieerd. Nou, dat is ontzettend nuttig werk. Want er is natuurlijk niet alleen nucleair afval van die Koude Oorlogs bizarre wapenwetloop. Want anders dan bizar kun je het in feite niet noemen. Maar er is natuurlijk ook enorm veel radioactief afval wat uit de medische sector komt. Wat soms heel slordig verwerkt wordt of nauwelijks verwerkt wordt. Dus op al die terreinen kun je zorgen dat dat veel beter gecontroleerd wordt en dat het beter gedeactiveerd wordt of zo solide opgeborgen dat het niet gebruikt kan worden. En wat daar natuurlijk achter steekt is het idee dat terroristen met rondslingerend afval eventueel een zogenaamde dirty bomb kunnen bouwen. Dat is dus heel iets anders dan een atoombom. Ja, een atoombom is eigenlijk een ding wat afgaat en een dirty bomb is gewoon een hele grote hoeveelheid radioactief materiaal. Dat dump je dan op het Centraal Station in Utrecht. En met als gevolg dat de NS niet meer op tijd kan rijden. Nou ja, dat is nu ook al, hè? Ja, daarom. Dus dat heeft dan een gelukkig voorbeeld. Ja, ja. Een andere plek zou misschien geschikt zijn. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Waar het ook over zou moeten gaan, maar helemaal niet overgaat. Trouwens, ik zei er net al, die overeenkomst die zo nuttig is geweest met Rusland is door de Russen opgezegd 2 jaar geleden. Maar waar het natuurlijk over zou moeten gaan, is dat er zijn nog steeds duizenden nucleaire wapens. Mm-hmm. Die vragen eigenlijk vrij attent onderhoud. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, dat weten we niet precies. Je zou moeten hopen dat het zo is. Het moet vaak vernieuwd worden, het nucleaire materiaal. En eigenlijk zouden we ervoor moeten zorgen. En Obama wil dat geloof ik wel, maar ja, de relatie met de Sovjet-Unie is natuurlijk waardeloos op dit moment. We zouden ervoor moeten zorgen dat dat tot een minimum beperkt wordt. Nucleaire wapens zijn totaal nutteloze wapens waar je helemaal niets aan hebt. Iemand die ooit zo'n wapen zou gebruiken, zou zich tot een paria maken, zou in feite zichzelf veroordelen. Daar komt het een grote trek op. Ja. Ja, we hebben laatst gezien hoe enthousiast door de presentatrice van het Koreaanse journaal werd gepresenteerd dat ze daarover dat soort wapens beschikken. Dat, laat me nog even kijken. Ja,
여행 안전보장 위탁에게 공개 통고한다. Ja, ga daar maar eens mee praten. Wij zouden één zo'n nieuwslezer moeten hebben in Nederland. Eentje die bepaalde zaken ja, zo... God, iedereen reageert hier op dezelfde wijze op. En naar mijn idee volkomen terecht. Dit is natuurlijk komisch. Dit is een komisch regime. Wat gruwelijk is voor de mensen die in Noord-Korea wonen... dat is er nou niet zo komisch aan natuurlijk. Maar voor de rest is dit een club complete halve garen... die we ook niet al te serieus moeten nemen. Dit is die retoriek van, nou ja, maar dan was dat anderhalf jaar geleden geloof ik, dat ze Amerika nucleair gingen aanvallen. Ja, dat is zo komisch. Dat is puur voor de binnenlandse consumptie, is dat soort van praatjes is dat gemaakt. Je moet hopen dat dit regime op een enigszins afzienbare termijn in elkaar stort. Mm. Binnenlandse consumptie, dan zijn we wel bij Ferry. Ligt het niet meer voor de hand dat Hans Spekman, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, waar je het over had, dat hij zou zeggen, we gaan een serieuze evaluatie doen van wat er voor een vernietigende nederlaag is geleden in plaats van alles is op orde. Ja, dat zou wel voor de hand liggen, maar er komen weer nieuwe verkiezingen aan. En wie wil nou alle rotzooi op tafel hebben als mensen weer opgeroepen moeten worden om te gaan stemmen en dan nog weer op de PvdA? Dat helpt niet. Misschien komt die evaluatie wel, maar waarschijnlijk dan na de verkiezingen. Nou, dat weet ik gewoon niet, ja, hoor. Bovendien is toch wel vrij duidelijk waarom ze verloren hebben. Dat is toch niet een raadselachtige zaak, hè? Dat je denkt van... Lijstduwer op Partij van de Arbeid heeft daar vast een idee bij? Ja, ik was lijstduwer in 2012 en ik ben er nog moe van. Het heeft niet erg geholpen. Nou, het heeft in 2012 magnifiek geholpen natuurlijk. Ja. Oh, 2012. Ik ben begonnen met duwen toen ze 15 zetels hadden in de peilingen. En toen ik klaar was met duwen hadden ze er 38. Ja. Ja. Maar nu is er niet geduwd door Maarten Verrossen. Ik heb nu niet geduwd. Maar goed, je ziet wat het resultaat is van deze gebeurtenis. Maar? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het onheil begonnen is met de formatie zelf. Een beetje stoere jongensformatie. En kijk, onze zeven. Allemaal bliksemsnel. En we gaan geen compromissen sluiten. Dat speelt een rol. Wat ze vervolgens natuurlijk vol op het brood hebben gekregen, omdat er in feite geen meerderheid in de Eerste Kamer was. Dat probleem hebben ze volledig onderschat. Met als gevolg dat er een jaar rondgebroddeld is op een aandoenlijke, maar toch vrij pijnlijke manier. En ik denk, kijk, kern voor de Partij van de Arbeid is, wat was het, de slogan, sociaal en sterk. Nou, sterk, dat oké. Okay. Maar niet sociaal. Het kabinet heeft een hele reeks van hervormingen ingestart, waar we het dan nu niet over gaan hebben, maar waarvan de effecten onduidelijk waren. En waarover het kabinet dus grote onduidelijkheid heeft laten bestaan. Dus waarom zouden mensen nog op de PvdA stemmen dan? Dat is natuurlijk de grote vraag. Sociaal is het beleid moeilijk geworden. Ja, en dat zou je sommigen dus zeiden wel, ik sprak een PvdA-bestuurder, die zei van ja, de mensen voor wie we het doen, die komen niet naar de stembus. Nee, je ziet bij de dat Partij is van Arbeid, wel een probleem dan. De Partij van Arbeid is heel sterk afhankelijk van zogenaamde tweede lijns kiezers. He, dus voor iemand die geen PvdA wil stemmen, die kan naar de SP. En hij kan naar D66. Ja. We zien ze allebei dik winnen. Mm-hmm. Als je te ontevreden bent over de VVD, die heeft trouwens ook op zijn lazen gekregen, maar dan is het veel moeilijker om ergens anders heen te gaan. Als je heel liberaal bent, kun je op D66. Kun je ook naar D66. Ja, maar de PVV blijft natuurlijk een moeilijk onderwerp. Nu we toch bij de PVV...